Riviervisserij in Gelderland, wat altijd een hele belangrijke economische factor geweest is tot de oorlog, dreigt momenteel uit te sterven. Wij gaan nu dadelijk een paar staande netten lichten. Die zijn gisteravond gezet. Normaal gesproken laten we altijd een net maar één dag staan. En dat heeft als voordeel dat de vis die je niet wil hebben, dat je die weer levend terug kan zetten. Dit is eigenlijk geboren uit hobby of zeg maar passie. Ik heb me altijd geïnteresseerd om iets te vangen. Of het nou wild was of vis, maakte niets uit. Ik vond dat jagen gewoon heel geweldig. En als kind ging ik al mee op het IJsselmeer en later op de Noordzeevisserij. Dus in deze gebieden, bij de Nederrijn en op de Waal, hebben wij oudzakelijke rechten, de zogenaamde heerlijke rechten. En dan zijn wij eigenaar van het visrecht. Ach, jezus, allemaal van die beestjes. Hier zitten veel koolblij bij. En die koolblij die nemen we niet mee. Die is ook commercieel niet aantrekkelijk voor ons. Die is geweldig. Kijk, en dit is onze doelgroep, dat is een snoekbaas. Die snoekbaas, dat is de duurste vis die zo'n beetje rondzwemt. In het Rijnsysteem waren voor een jaar of vier geleden waren er ongeveer 24 bedrijven. En nu zijn er nog zo ongeveer 3 operationeel. Het is tegenwoordig niet zozeer dat je een uitstekende visser moet zijn. Het is eigenlijk meer dat je met die regelgeving goed uit de voeten kan. Mijn echtgenote is bijna fulltime bezig om het juridisch in goede banen te leiden. De belangrijkste karaktereigenschap van een visser is dat hij een bot voor zijn kop heeft. Volgens mijn echtgenote heb ik een ontzettend bot voor mijn kop. Hoe is dat met jou, Dick? Als ze me missen, ben ik visser. Huh? Zeggen ze wel eens. We zijn altijd de hele week aan boord. Ik ben dat gewend, dus net zoals een ander mens thuis zit, is een gedeelte van mijn thuis is aan boord. Het mooiste wat ik ooit aan de haak heb geslagen, dat is mijn echtgenoot. Die blijft heel, gezien ons weekendhuwelijk, blijft die heel leuk, altijd.